Ik kreeg het als ingeving, acht jaar geleden ondertussen alweer. En ik zag, in mijn, ja, ik zag een plaatje voor me in mijn hoofd van een levend huis. Net buiten Dalfsen, aan de rand van de vecht, is Bob Radstaken bezig met wat hij levend bouwen noemt. De techniek van het levend bouwen is eigenlijk heel simpel: je hebt zandzakken met goede aarde erin. Tussen elke laag zandzakken zit een jong boompje, die je in de zandzak gaat wortelen. Je stapelt het in een liefst in een cirkel, omdat dat zelfdragend is. En binnenkant gaan we afsmeren met leem. Een normaal CO2-neutraal huis dat is voor Radstaken niet goed genoeg. Zijn levende huis zou veel meer voordelen hebben. Het kan van eetbare bomen. Hier hebben we kers gebruikt bijvoorbeeld, dus je kan van je eigen huis oogsten. Het produceert zuurstof in plaats van dat het CO2 uh, gebruikt is dus voor de bouw en alles. Heb je eigenlijk minimaal uh, olie of dat soort dingen nodig, hooguit voor wat transport. En voor de rest is het allemaal, uh, ja, het is heel natuurlijk, het is de natuur, maar dan in de vorm van een huis. Het klinkt allemaal leuk, maar het huis voldoet aan geen enkel bouwvoorschrift en een bouwvergunning die is er dan ook niet. Je kunt zeggen van ja, het is een huis en daar moet, moet je volgens bouwbesluit bouwen, dan zou het niet mogen. Um, maar het is um, ook een boom, dus je kunt ook zeggen van ja, ik bouw een boom in vorm zoals een leilinde ook een frame heeft en je leidt hem, is dit eigenlijk ook een aardeframe waar rond je een boom leidt. Dus uiteindelijk plant je een hele grote boom. Het leven naar Huis in Dalfse moet volgend voorjaar helemaal klaar zijn.